De Amerikaanse acteur Jeff Bridges heeft een kort filmpje getwitterd waarin hij opnieuw in de huid is gekropen van Daddy uit The Big Lebowski. Hij suggereert dat er een speciaal project nadert voor het geliefde personage uit de cultfilm. De video is in een halve dag tijd ruim 5,5 miljoen keer bekeken. Kan het believing in die past, man. Stay tuned is de begeleidende tekst van het filmpje. In de reacties wordt vurig gespeculeerd over een vervolg op de film. De datum waar het filmpje naar verwijst is 3 februari, de datum van de Super Bowl. Gaan ze dan de trailer van de nieuwe film laten zien? Vraagt een fan zich af in de reacties. De kans lijkt klein dat er daadwerkelijk een nieuw deel komt. Regisseurs Ethan en Muel Cohen zeiden in 2016 tegen tijdschrift Variety dat er geen vervolg zal komen op hun film uit 1998. Het ligt meer voor de hand dat Bridges in een reclame tijdens de American Football Finale te zien zal zijn als het bekende filmpersonage. The Big Lebowski was oorspronkelijk geen groot succes, maar groeide uit tot een cultfilm. Het verhaal gaat over een nietsnut en zijn bowlingvrienden. De hoofdpersoon wordt aangezien voor een miljonair, die een vrouw heeft met schulden, en raakt in de problemen. Tatoeage. Ook in Nederland is er een groep trouwe fans, bleek volgend jaar tijdens het 20-jarige jubileum van het uitkomen van de film. Die was toen opnieuw te zien in meerdere bioscopen. Liefhebbers hadden zich verkleed als de hoofdpersoon uit de film, badjas, zonnebril en warrig haar. Een dure fan liet een tatoeage zien op zijn arm met een citaat uit de film.